Dames en heren, welkom bij de finale van Robocup 2015 in Hefei. Tech United mag het wederom op gaan nemen tegen aartsrivaal Water. En die beginnen niet verkeerd. Een vliegensvlugge 1-0 in het voordeel van Water. En bij Tech United zakt in één keer dus wat moed in de schoenen. Maar Tech United zou Tech United niet zijn als we er niet volle poelen tegenaan gaan vanaf dat moment. Beide teams uitzonderlijk sterk in deze finale en ook beide keepers die staan ontzettend goed te keepen. De keeper van Water blijkt toch de betere te zijn, want Van Sleutelen laat deze bal door. Het Dream Team blijkt ook niet in staat om de tiki-takis te maken deze wedstrijd. Team Water is het gelukt om deze volledig te ontleden en te pareren. De wedstrijd is heel spannend. Op de eerste helft lijken beide teams elkaar wel de baas kunnen zijn, maar Water krijgt langzamerhand de overhand. Dan volgt er een gele kaart voor een overtreding van het Chinese team Water. Een grove overtreding waarbij de gele kaart zeer terecht is. Uit de vrije trap die volgt, kan Tech United een mooi staaltje voetbal laten zien met een mooie wegdraaiactie. Tweemaal toe zelfs. En dan voor open doel weten we het eindelijk te scoren. De openingsscore voor Tech United is gemaakt, maar de achterstand blijkt toch te groot. En de keeper van Water is gewoon heel erg sterk. Water probeert hier dus de stand zoveel mogelijk te vergroten. Tech United is vooral in de verdediging en heeft maar weinig kansjes om te schieten op de goal. En als ze dan die kans krijgen, dan is het Water die goed uitverdedigt. De tijd van de eerste helft tikt langzaam weg. En Tech United moet proberen om in de tweede helft die achterstand goed te maken. Water begint heel sterk en blijkt het in het begin van de tweede helft ook dominant te zijn. Echter weet Tech United langzaam terug te komen en kunnen ze duidelijk laten zien dat zij toch wel de sterkere ploeg zijn in deze tweede helft. Desondanks lukt het ze niet om bij deze fantastische acties de keeper langs te spelen. En dan is het Water die uiteindelijk weer de kans krijgt om te schieten op doel. Maar Van Sleutelen blijkt in de tweede helft een stuk beter dan in de eerste helft. De stand van 3-1 blijft lang op het scorebord staan. Maar uiteindelijk is het dan toch Water die het laatste doelpunt weet te scoren van de wedstrijd. Tech United, zoals gezegd, is duidelijk sterker in de tweede helft. Probeert dan met deze fantastische paas om alsnog een doelpunt te scoren. Maar dat lukt helaas niet. De volgende acties zijn voornamelijk voor Tech United. Het balbezit was in de tweede helft zeer bij hun. En de vraag is maar of deze bal op de lijn is beland of niet. Maar of die er nou wel of niet in had gezeten, de stand was daarbij niet veranderd. Hier weer een actie van de keeper van Water, die toch wel uiteindelijk man of the match was. En dan klinkt uiteindelijk in Hefei het eindsignaal. En dan heeft Tech United wederom een tweede plaats op het wereldkampioenschap weten te bemachtigen. En is Water wereldkampioen. Het team heeft al aangegeven dat ze volgend jaar weer daar op het toernooi aanwezig zullen zijn. En dan gaan ze uiteraard weer voor het wereldkampioen. En zo is het stuivertje wisselen tussen deze twee topteams. Eindstand uiteindelijk 1-4 voor Water.